Woensdag, 28 mei 1823. Nadat ik met veel moeite mijn ransel met een hemd, twee paar kousen, een das en muts en andere noodzakelijkheden volgepropt had, ging ik mijn vriend van Hogendorp afhalen, die in het rondeel logeerde. Hij was klaar voor de reis en dus leidde ik hem naar de nieuwe stadsherberg, waar wij om 7:30 aankwamen. Schrijven 1823. De slag bij Waterloo is alweer 8 jaar geleden. Nederland en België zijn samengevoegd tot één koninkrijk en in die noordelijke uithoek van Europa is het stil geworden. Twee Leidse studenten, Dirk van Hogendorp en Jacob van Lennep, besluiten een voettocht door het eigen land te maken. Dat onbekende oude en tegelijk nieuwe Nederland. De morgenstond was heerlijk. Het onnoemelijk aantal schepen met wimpels, die op het zoele ochtendwindje golfden. Het zacht gekabbel van de ijsstromen, die de heerlijke moederstad van de handel kwamen begroeten. En de lachende overkant leverde een treffend schouwspel op. Om 8 uur stapten wij in de Buiksloten, waar we enige Engelsen aantroffen die naar Broek gingen. Onder het varen hoorden wij veel vertellen over de moord op de aannemer Huiskes, die de dag daarvoor bij Alkmaar gepleegd was. Aandachtig bekeken wij het begin van het nieuwe kanaal, dat, als de uitvoering ervan mogelijk is, zo belangrijk voor Amsterdam en heel Noord-Holland zijn moet. Waren die sluizen er al meteen bij de bouw van dat kanaal? Ja, absoluut. Het is gewoon één complex geweest. Dit kanaal diende om Amsterdam te redden, kun je rustig zeggen. Want? Het was ook het eerste echte grote kanaal voor de toenmalige begrippen dat in Nederland gebouwd werd. Omdat de Amsterdamse haven helemaal dreigde te verzanden, tenminste de kant van de Zuiderzee op. Grote schepen konden er bijna niet meer komen. De vaargeul, dat konden ze in die tijd nog niet baggeren, want die baggermachines waren heel primitief. Dus men heeft maar van de nood een deugd gemaakt en eigenlijk een vaargeul door het land gebaggerd. Helemaal van Den Helder naar Amsterdam. In vrij korte tijd, zo tussen 1820 en 1824, dus toen de jongens hier liepen, was dat kanaal al bijna klaar. En dat was natuurlijk een drukte van belang met duizenden en duizenden werklieden. Want het is heel snel gegraven. En het ironische is natuurlijk dat dat nog geen 50 jaar gefunctioneerd heeft, dat kanaal. En toen kwam dat enorme, dikke, grote Noordzeekanaal, waar trouwens Van Lennep in zijn laatste jaren ook hevig voor geijverd heeft. En ja, en toen was de Amsterdamse haven weer echt ontsloten. Dus dit is eigenlijk maar een tijdelijke oplossing geweest. Toen we bij Buiksloot aankwamen, liet ik aan Van Hogendorp zien hoe een klein dijkje heel Noord-Holland voor overstroming behoed had bij de enorme doorbraak van de sluis die daar een jaar eerder geweest was. Ik denk inderdaad dat ze hier ongeveer uit dat Buiksloterveer zijn gestapt. Dit is het Buiksloterdijkje. Toen zijn ze zo deze dijk, inderdaad langs deze huisjes, naar Zuidland gelopen. Ze beschrijven dan hoe ze links hier het IJ zien liggen in zijn volle breedheid en de schoonheid van de stad. Dus hier keken die jongens uit over het IJ. Dat IJ was inderdaad een enorme plas water toen nog. En dat is flink ingepolderd in de 19e eeuw. Maar ik heb wel beschrijvingen gelezen uit het midden van de 19e eeuw. Waar echt als het stormde was het moeilijk om het IJ over te roeien. En daarna liepen ze hier langs. En ze praten over die kwestie Huiskens. Want die aannemer, dat was een geweldige uitbuiter. En zijn werklieden hadden al enorm de pest aan hem. Maar in dit geval hadden zijn werklieden door een misverstand, in plaats van 5 voet hadden ze 6 voet kanaal gegraven. Maar Huiskens wilde hun maar voor 5 voet betalen. En hij zei, als jullie daar niet genoegen mee nemen,
dan betaal ik helemaal niks. En toen werd het werkvolk zo woedend dat ze zijn huis belegerden. En hij schoot met alle donderbussen die hij had, begon hij op de mensen te schieten. Waarna ze nog kwaader werden, het huis bestormden en hem doodsloegen. Aan de rechterkant dwaalden onze ogen over onafzienbare gasvelden. Aan de linkerkant verhief Amsterdam zich in al haar pracht uit de baren. Vandaar wandelden wij langs de kronkelende dijk naar Zaandam. Dit is heel leuk. Dit zie je zelden in het hedendaagse Nederland. Echt een ruïne. Daar moet je naar zoeken. Een oud huis dat gewoon uit zichzelf ingestort is. En toen was dit heel normaal. De twee jonge lui moeten dit soort taferelen heel vaak gezien hebben, omdat Nederland van 1823 in een diepe malaise zat. Het was bezig zich heel langzaam, begon het zich er een beetje uit te krabbelen. Amsterdam, dat was één grote 17e eeuwse ruïne. Het was eigenlijk, zat Nederland op zijn economische dieptepunt. Vandaar ook die ellendige arbeidsomstandigheden die overal merkbaar zijn. Vandaar ook al dat rondtrekkende zwerfvolk, zoals dat heette. Dat had te maken met de Franse tijd, want toen was de handelseconomie van Nederland geblokkeerd. Maar eigenlijk was die malaise al veel langer aan de gang. Die was eigenlijk al begonnen in het begin van de 18e eeuw. En heel langzaam zie je de Nederlandse economie naar beneden gaan. Amsterdam wordt voorbijgestreefd door de Engelse en de Duitse concurrentie. En precies op nieuwjaarsdag of oudjaarsdag van het jaar 1800 werd zelfs de kroon van de Nederlandse economie van de 17e eeuw, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, werd opgeheven. En zo zag het land er dus ook grotendeels uit. Ingestort, verwaarloosd. Ja, malaise. Na een uur en drie kwartier lopen, verfristen wij ons in Zaandam in de herberg De Otter. En we gingen de hut van tsaar Peter bezichtigen. Het leuke hiervan is natuurlijk niet dat tsaar Peter hier even gewoond heeft, maar dat dit een echt 17e eeuws arbeidershuisje is. Nou, het is bijna niet meer overgebleven. En puur omdat tsaar Peter hier zat en ze dat allemaal een mooi dak overheen gemaakt hebben en weet ik wat meer. Dat is dus erg beschermd. Is dit bewaard gebleven? Dit is heel uniek. En zo woonde de gewone man, zeg maar 300 jaar geleden. Heel oud Holland, wat je kent van schilderijen en platen, maar wat je zelden of nooit in het echt ziet. Dat is uniek. Dus vandaar ook dat Van Lennep en Hogendorp een kleine bedevaart hiernaar ondernomen hebben. Dat kan niet missen. En ze hebben ongeveer dit gezien. Om 1 uur verlieten wij de herberg nadat wij een boterham met vlees genutteld hadden en zetten onze tocht voort over de Koog en Wormerveer, omdat wij gehoord hadden dat de weg over het zogenaamd kalfje minder aangenaam was. Ja, dat kalfje waar ze dus niet heen wilden omdat het zo louche was, dat is natuurlijk geestig genoeg, dat is exact de huidige Zaanse Schans, de grote toeristentrekker van Noord-Holland. Het is wel leuk toch, dit. Omdat je hier nog een beetje kunt zien hoe het toen helemaal was. En er stonden niet 3 molens of 4, maar honderden molens. De Zaanstreek was een industrieterrein, zeg maar, van windindustrie. En het mechaniek was geen ijzer, maar het was hout. En die technologie van wind en hout, daar waren de Hollanders, zeg maar, sinds de 15e eeuw al kampioen in. Dus ja, dit was eigenlijk het industriegebied van Amsterdam. Het was echt een enorme bedrijvigheid. Zelfs in die malaise tijd
rondom 1823. Maar omdat de takken van koophandel en nijverheid die daar beoefend worden toch van voortdurend algemeen belang zijn, en omdat er steeds met dezelfde ijver in doorgewerkt wordt, hoort Zaandam bij de weinige steden die zich zo staande hebben kunnen houden dat ze nu nog de naam van bloeiend verdienen. Het was zelfs zo dat de Zaanstreek toch een zekere aanzuiging had. Er kwamen veel mensen van buitenaf hier naartoe, omdat hier werk was namelijk. Dat was in een groot gedeelte van Nederland al anders gesteld. Dus je had hier heel veel mensen die eigenlijk van oudsher al als gastarbeider die terechtkwamen. Er kwamen hier veel Duitsers terecht, omdat hier werk was. Het waren poepen. Die kwamen allemaal uit Noord-Duitsland vandaan hier, omdat hier veel arbeid verricht moest worden. En dat was hier altijd in de Zaanse boel. Later zijn mensen uit Urkie terechtgekomen, onder andere. Urkers. En waren die Zaankanters nou heel erg op zichzelf? Of, nou, het was natuurlijk een gesloten gemeenschap door het water, min of meer. Maar de Zaanstreek is eigenlijk vrij ongeschonden gebleven totdat de spoorlijn aangelegd werd. En toen veranderde het radicaal natuurlijk, want toen kwam de doorbraak van ja, contacten met een achterland wat voordien eigenlijk min of meer gesloten was natuurlijk. En de stoommachine. De stoommachine ook, maar ja, vroeger was het ei natuurlijk open water voor 1870. Dus toen moest je natuurlijk, het was een hele reis om naar Amsterdam te komen, je moest met de boot over. De meeste reisden in die periode niet zo gek veel, de meeste mensen hadden ook weinig geld, dus men bleef in eigen buurt. De vakanties kenden men natuurlijk nauwelijks in die periode. Zeker nee, omdat ze toch blijkbaar toch veel buitenlanders zagen? Nou, dat waren buitenlanders die vanuit Amsterdam per veerdienst hier terecht kwamen, omdat ze die molens wilden zien. Ja. Dat waren toch goede burgers, zeg maar, die hier terecht kwamen, die dat beeld voor ogen hadden. Ja, de gewone en de verlennepjes waren toch ook, hè? Dat zal geen onbemiddeld mens geweest zijn. Dat waren hele deftige jongens, hè? Die hadden wel iets te verteren. Die hadden wel even wat te verteren, natuurlijk. Ja. Nadat wij een uur over straatsteentjes langs een smalle gracht waren doorgewandeld en de klinkers mijn voeten, die ik tot mijn ongeluk in nieuwe schoenen gestoken had, zeer begonnen te kwellen, verwonderde het ons nog geen eind aan Zaandam te zien. Waarom gingen ze die reis eigenlijk maken, Geert? Het waren twee deftige jongens. Het zijn echte Leidse studenten. En ze waren erg beïnvloed door een privaat docent in Leiden, Wilm Bilderdijk. Die was een nationalist. En vroeger was het heel normaal dat jongelui van deze stand, dat die een reis door Europa gingen maken. Een grand tour. Onder andere naar Italië, zodat ze een beetje cosmopolitisch gingen denken. En toen kwam Van Hogendorp op het idee, laten wij in plaats van een grand tour, laten wij een wandeling maken door Nederland. Een soort inspectietocht. Hoe ligt dit land erbij en op welke plaatsen vinden wij nog het authentieke 17e eeuwse volkskarakter terug? Dat is eigenlijk een beetje romantisch van ze, hoor. Maar eigenlijk was het toch ook omdat men in Nederland toch niet wist hoe Nederland eruit zag? Dat had er wel mee te maken. Jij ging niet zomaar naar je nicht in Groningen. Dat was een week reizen. Die nicht die woonde ongeveer even ver als voor onze begrippen in Californië. En dat is niet overdreven. Zo'n nicht zag je eens in de 3-4 jaar misschien, maar meer niet. Dus ze gingen ook het land eens helemaal bekijken. Want ook de meeste mensen kwamen nooit hun provincie uit. Ook omdat het reizen zo moeilijk was. Dus in die zin was het bijzonder. Maar het had nog een derde doel. Ze trokken natuurlijk ook het netwerk aan. Mensen leefden in een netwerk van dames en heren in de betere stand. Ze hadden overal vrienden en relaties. En zo'n wandeltocht, dat versterkte de banden weer. En aan het eind van die reis heeft met name Van Lennep een relatienetwerk om je vingers bij af te likken. Ik bedoel, dat had hij ook bereikt in die zomer. Te Wormerveer staken we de Zaan over in een schuitje en liepen vervolgens langs een dijkje van 3 kwartier gaans tot een watermolen, waar we opnieuw over het water voeren en op een grote, zeer harde kleiweg kwamen. Nu begon ik zware pijn aan mijn voeten te voelen en het lopen werd moeilijk. Hoe verder we kwamen, hoe meer ik leed, hoewel de weg verder goed beschaduwd was en de weg dus heel aangenaam. Om 5 uur kwamen we eindelijk aan het kanaal en traden over de heerlijke nieuwe brug de stad Purmerend binnen, waar we in de herberg de Roskam onze intrek namen. Om 9 uur dronken wij thee, praten met de meid en begaven we ons om 10:30 naar bed. Ik sliep goed, mijn reisgenoot minder vanwege de vochtige lakens. Een Franse chroniqueur beschreef Nederland als een afgelegen moerasdelta. Maar wie de moeite neemt, zo schreef hij, zal zich verbazen over de kunstschatten die zich verbergen achter de vervallen gevels van de herenhuizen van Amsterdam.
Nadat we om 5 uur opgestaan waren, trokken wij een uur later de poort uit naar Monnikendam en wandelden op een harde, met essenbomen beplante kleiweg tot aan een sloot, waar de wegen van Edam en Monnikendam bij elkaar komen. Monnikendam draagt nog meer dan Purmerend blijken van verval, maar de heer Arpman heeft indertijd het slopen van veel mooie huizen belet door zich die voor de stad toe te eigenen. En dat heeft de slopers afgeschrikt. Aan de haven namen wij een jachtje voor 4 gulden, nadat men ons 8 gulden gevraagd had, en zeilden met heerlijk weer naar het eiland Marken. Toen de inwoners aan de schippers vroegen wie wij waren, antwoordden zij dat ik de koning was, waarop zich mannen en vrouwen om ons heen drongen, zeer apart op hun manier gekleed, maar allemaal gezonde, sterke, welgevormde mensen. De vrouwen dragen er 9 verschillende kledingstukken. De mannen zijn heel zindelijk, de vrouwen en de huizen minder. Men gaat van het ene dorp naar het andere langs smalle dijkjes, waarop men als de ganzen loopt en die als brei wegzakken onder de voeten. Bij het terugkeren naar het schip hoorde ik de mensen tegen elkaar zeggen: "Kijk, dat is nou zijn hoogheid." Met gunstige wind keerden wij terug en gingen de doelen binnen. Die herberg ziet er van buiten goed uit. Ik probeerde wat te eten, maar kon niet. Daarom prikte ik de blaren op mijn voeten door met een stopnaald en wollen draad en ging al kermend naar bed. Van Hogendorp kreeg een nachtverblijf dat benauwd en ellendig klein was. Om 3 uur joegen de vlooien hem het bed uit, zodat summatum de herberg niet te duur uitviel. Ondanks de doorwaakte nacht van de een en de zere voeten van de ander gaan ze weer op pad. Ze hebben nog 3 maanden te gaan. 2 heren van stand, de depressieve en bekakte jonge graaf van Hogendorp, zoon van de staatsman Gijsbert Karel, en de slimme bon vivant van Lennep, aan wie we dit reisverslag te danken hebben. Ze passeren Edam. Daar vinden ze niks aan. Langs een zonnige, saaie weg volgden wij de vaart tot aan het dorp Oosthuizen. De weg naar Hoorn was niet fraai. Om 1 uur kwamen wij in die stad en rustte in de herberg het onvolmaakte schip een ogenblik uit. Om 4 uur kwam de heer Pan ons afhalen en bracht ons naar het bedelaarshuis. Mogen we erin? Denk je? In 1817 is het werkhuis geworden. Dus toen die jongens hier op bezoek waren, was het nog niet zo lang in gebruik. 1 jaar of 6. Het is een vrij recente inrichting. Hoe kwam het uit dat die jongens overal binnenkwamen? Weet je dat? Die hadden overal relaties. Het was het netwerk van de elite. Thank you. Ze maakten kennis met de burgemeester en die brachten hun gelijk overal weg. Allen zagen er bleek en vervallen uit. Een bedelaar die voor het eerst opgepakt wordt, blijft er 1.5 jaar, bij de 2e keer 1 jaar, bij de 3e keer 1.5 jaar enzovoort. Indien ze in de tussentijd niet naar Ommerschans gestuurd worden, want dan is hun lot niet zeker. De mannen en de vrouwen zien elkaar nooit dan van verre in de kerk. Nee, wat ik me heb laten vertellen, wat ook in die beschrijving staat, dat is dat vroeger ook in de zolders allemaal strobedden waren. En dat hier zo'n beetje zo'n 500 man gehuisvest was. En we hebben er nu 134. Ja. Dat is nog wel even een verschil. Jacob van Lennep vervolgt dan zijn verhaal met een werkelijk hartroerend gedicht over 2 paupers, of eigenlijk een hele pauperfamilie, die geen werk kon vinden, die rondzwierf door Noord-Holland, waarvan de man ook zegt: "Robert, waar ik mijn diensten bood, waar ik om bijstand vroeg, overal gaf mij te verstaan, wacht tot het werk is gedaan, nu hebben we volk genoeg." En uit
pure ellende besluiten deze Robert en Aleida dan met hun kleine kindertjes naar Alkmaar te trekken. Aleida is hoogzwanger, maar onderweg worden ze opgepakt wegens landloperij. En ze komen allebei hier terecht en ze mogen elkaar dan niet meer zien. Aleida zit met haar kindertjes in de ene vleugel, Robert in de andere. En Aleida wordt zwangerder en zwangerder. En dan vraagt ze uiteindelijk om haar man te mogen spreken bij de bevalling. En dan zegt ze, die is naar Ommerschans gezonden. En Ommerschans was een vreselijk oord. Dat was een soort Siberië voor deze tijd. Dat was een werkkolonie in Drenthe. En dan uit zij een afgrijzelijke gil en geeft de geboorte aan een wicht. En roept nog, mijn Robert, ik bezwijm. En dan valt ze dood neer. En alleen het kind leeft nog. Verontwaardigd over dit voorval, dat men ons als iets heel gewoons vertelde, verlieten wij het gesticht en begaven ons naar het gerechtshof, waar een nieuwe fraaie pleitzaal en drie oude schilderijen onze aandacht trokken. Boven een zeer oude en fraai met wapendecoratie bewerkte schoorsteen hing de zeeslag tegen Bossu, die moedig en krachtig uitgevoerd was en schitterend gearrangeerd. Hebt u eigenlijk de Zuiderzee nog meegemaakt? Ja, als kind hebben we mijn vader aan boord, want we doen dat al 5 generaties. 6 generaties, ik heb nou weer klaar zijn ook aan boord. Dus u hebt hier nog op haring gevist? Vroeger kwam mijn vader aan boord wel, ja. Al haring en anchovies. Dan lag het hier vol, hè, binnenhouders. En op botters? En met bottertjes, zeker. Met bottertjes, dat was niet anders, hoor. Op de zeilen. Jezus, kijk, wat is het te liefst. En Enkhuizen telde dat ook? Enkhuizen, ja. Dat is al een vergane glorie, hè. Zaterdag, 31 mei. Nadat we om 6 uur opgestaan waren, gingen wij om 7 uur de koepoort uit. En we kwamen vervolgens door Bovenkarspel te Enkhuizen. Toen we door de stad wandelden, vonden we dat ze in een bedroevend en diep verval verkeerden. Overal waren de mooiste huizen gesloopt en die er nog overgebleven waren, dreigden in te storten of stonden alleen, alsof ze eenzaam treurden op een kerkhof. Waar zich vroeger trotse gebouwen verhieven, zagen we nu grote grasweiden, waarin runderen, paarden of schapen liepen. Kijk eens, midden in de stad. Een echte boerderij. En het ruikt ook helemaal naar een boerderij. Lekker naar hooi. De kleine visserij levert weinig meer op. En de grote haringvisserij is bijna helemaal in verval. Woensdag, 4 juni. De klok van 5 uur vond ons al aangekleed en klaar voor de reis. Urk, Lemmer? Ja, Urk. Oké. Met heerlijk weer en gunstige wind stapten wij om 6 uur in een voor de tocht gehuurde visserschuit, waarvoor wij 10 gulden betaald hadden en die helemaal tot onze beschikking stond. Wacht op die kip, hè? Ja. We wachten op de klippen.